Wist u dat we traditioneel gezien veel vertalingen uitbrengen? Minstens de helft van onze titels komen uit het buitenland. En dan niet zomaar, maar dat zijn dan de beste boeken. De bestsellers uit Duitsland, Frankrijk, Amerika, Engeland. Dit is er één van. De Spiegeljournalist en ARD-journalist Hubert Zijpel verkeerde 5 jaar lang in het gevolg van Vladimir Poetin, president van Rusland. Hij bracht heel veel avonden door met de Russische president. Alleen onder 4 ogen. Hij kon hem ondervragen op allerhande terreinen. Op het gebied van de oligarchen, op het gebied van kerk en staat, op het gebied van de economie, op het gebied van zijn eigen welvaart. Daarop geeft Vladimir Poetin in dit boek antwoord na antwoord. Het is echt een super aanrader en daarom heet het ook voor niets Poetin, de binnenkant van de macht. Ik wil u dat heel erg aanraden omdat het een boek is wat totaal anders is dan alle Poetin-boeken en alle Poetin-stukjes die er tot nog toe over hem zijn verschenen. Zoals Poetin de straatvechter, Poetin de dit, Poetin de dat. Hier leest u echt wat de mens Vladimir Poetin is en doet. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Vandaag gaan we het hebben over klimaat en macht en oligarchie. En dat doen we met niemand minder dan de twee grote martelaren van de klimaatmaffia. De grote klimaattransitie die aan de gang is. En dat zijn Riepke Zijlmaker, u wel bekend. Riepke, welkom in... dat u mij nog niet beu wordt. In Groningen, ja, je hebt er amper voor hoeven rijden. Aan de andere kant Jan Nieboer, van harte welkom. Je bent inmiddels veroordeeld in een eerste proces voor wat eigenlijk? Ja, dat is zeer de vraag. Hè? Ik kan daar in die zin wat van zeggen dat ik natuurlijk het hart in de oren, in de ogen was van iedereen die op enige wijze met argusogen deze klimaatplannen, de windturbineplannen in ons gebied, maar ook in Meeden, in Noord-Groningen, op zich af zag komen. En misschien is het wel een beetje het voorbeeld uit de Romeinse tijd, hè, dat de boodschapper het hoofd eraf moet hebben. Marathon, Grieks toch, of niet? Wat was het ook weer? Het was iets Grieks inderdaad, ja. Het was niet de Romeinen, maar... Ja. Het shoot the messenger principe blijft natuurlijk gewoon hetzelfde. We moeten wel even ook... Kijk, we zijn geen mensen die kikken op problemen, maar wij genieten van het leven. Laten we ook even deze prachtige sigaar hier, die wij in deze uitzending Soldaat gaan maken... Wat staat hier eigenlijk, joh? Exceptionally old. Nou, dat word ik ook al, want ik word straks 27 mei, lieve dames en heren, word ik al 46, joh. Dus exceptionally old. Een oude bok, joh. Ja, echt een oude bok. Oude bok geil op jonge geitjes, hè? Heb je dat wel eens meegekregen? Nee, weet ik niks van. Vertel. Anjecho Xo. Dus die gaan we nou even soldaat maken. Ja, heel goed. Wij verbazen ons gewoon over de kleinzieligheid, kleinburgerlijkheid en het provincialisme en het ressentiment van die klimaatmafia. Waanzinnig. Riepke, we gaan even de fik erin steken. Ja. Ik heb een heerlijke Davidoff uit Genève meegenomen van mijn laatste reis door Europa. U weet het, als het goed is, nog. Winston Churchill wordt hij genoemd. Riepke heeft echt een avondsigaar, een lekkere donkere sigaar uit Nicaragua. En daar gaan we eerst de fik in steken, want we beginnen natuurlijk gewoon... Zo ruikt hij al lekker, joh. Dit is gewoon... Geef me die knipper het even toe. Dit is gewoon zo'n vakwerk. Straks mag je ook geen sigaren meer knippen, want... Oh, nee, het is slecht voor het klimaat. Het is een martelwerktuig. Het is slecht voor het klimaat, toch? Je zou hier maar van op... Zie je? Van verkeerde gedachten kunnen komen. Inderdaad. Gruwelijk. Oh, nou zit hij vast. Hier, en die aansteker is ook gewoon mooi, hè? Alles klopt eraan. In dit prachtige walnoten doosje wat jij uit Zwitserland had gehaald. Ja. Met klimaatregulering. Dus het kan wel, klimaatregulering, vocht. Op zulke kleine schaal. Ja. 57%. Ja, hij is iets te droog. We gaan hem even bijvullen. Ja. Jan, jammer dat je niet rookt, joh. Ja, maar ik geniet op passieve wijze van jullie rokerij mee, hoor. U denkt misschien van, wat zit die Tom met een damesasbakje gek te doen? Maar dat is mijn, dat heb ik bij Café Florian in Venetië gekocht. En dat vind ik mooi. Een souvenir die past. Ja, soms heb je dat, souvenirs. Ja. Ja, sommige mensen kopen een koeienvla in Groningen of zo om mee naar huis te nemen. Weet ik het. Ja.
Alle gekheid op een stokje. Over 10 jaar kopen mensen gewoon, als ze naar Oost-Groningen op vakantie gaan, dan kopen ze een miniatuur windmolen of zo. Toch? Als ik mijn zin krijg, dan zal dat niet aan de orde zijn. Nee, dan gaan mensen niet met een souvenir naar huis? Nou, dan gaan ze wel met een souvenir naar huis, denk ik. Maar met prachtige foto's van het Weidse landschap, die dan weer een oude glorie hersteld is. Ja. Hoe ver zijn ze daar nu met die windmolens? Ja, ze zijn de 7 of 8 laatste nu aan het oprichten bij ons in het gebied. Er zouden 38 komen en er staan nu 1 of 32, geloof ik. Dus, maar goed, 32 te veel. En wij zullen ook heel hard blijven vechten om alle democratische middelen in te zetten om deze idioterie, hè, wat zou ik het dus te noemen, te weerstaan. Mensen die zich eigenlijk nooit echt hebben uitgesproken, die komen nou spontaan bij mij en zeggen: "Hoi Jan, wat is hier in godesnaam aan de hand hier in dit gebied? Die molens zijn absurd groot." Pas bij je, nu ze het zien. Ja, nu pas. Hè? Ja. En mensen die zeggen ook, als we een rondje door het dorp lopen of door de Veenkolonie fietsen, die molen die achtervolgen ons gewoon. Je kunt ze niet negeren, je kunt ze niet ontwijken. Hoe hoog zijn ze? 180 meter of zo? 215 meter tiphoogte. Oh. Ja. En was dat ook niet in dat gebied waar dat LOFAR-centrum was? Van, dat is astronomie. En dat is gewoon helemaal bedorven al eigenlijk door dat windpark. Ja, men zegt van niet. Maar we moeten één ding natuurlijk niet vergeten. De club LOFAR is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Dus, die daar ook voor verantwoordelijk is. De gasbevingen, de windmolens, energie. Ze zijn van Astron en Astron valt weer al onder het ministerie van OCMW. Zo is het. Maar de hele overheid is wat dat betreft dan één pot nat, want ze volgen allemaal weer de 2030 agenda. Juist. Alle SDG's. Ja. Riepke, je hebt ze allemaal geschreven. En dat komt dus ook, ik heb daar ook deze week al even over geschreven, want er is een draak van een wet die men doorduwt, de ambtenarij. Weer een draak van een wet. Alweer, ja, de groene draak van een wet noem ik hem wel. Want om ook de connectie met het Huis van O, onze regerende familie, maffiafamilie te typeren. Zag je ook, dit weekend werd Maxima van O agressief ook geplucht in de media als zijnde de moeder des vaderlands. Die is ook bij de VN Verenigde Naties en uiteindelijk komt... Dat is het grappige. Dus, jij komt nou in jouw provincie kom je nou iets op kleine schaal tegen. Maar ja, uiteindelijk is dat allemaal een uitvloeisel van internationale politiek. En zo zie je dus ook dat die internationale politiek, die maar door een heel 0,1% is besloten, wordt jou dan gewoon via allerlei bureaus, Brussel, vervolgens Den Haag, op jouw lokale bordje in Exloërmond gelegd. Ja. En jij hebt dat maar te slikken. Nou, en zodra je er ook maar boos over wordt, dan komt zogenaamd justitie, oftewel hun gestapo, komt jou dan criminaliseren en zelfs afluisteren, heb ik gezien, hè? Ja, dat is ook zo. Ja. En daar heeft Maxima van O en al haar kompanen en handlangers, die hebben daar dus een... dus het komt van bovenaf en ik denk ook inderdaad dat... is het wel een beetje een historisch moment. We zitten hier nu 9 maanden... Nee, even kijken... Ongeveer 1,5 jaar na mijn eerste arrestaties, toen kwam jij ook bij mij aan tafel zitten hier zo. En ja, dat is niet voor het eerst dat jullie hier tegenover elkaar zitten. Nee, dat is wel een leuk moment. Ja. Maar dat je dus merkt wanneer jij tegen die hogere belangen, hè, want uiteindelijk gaat het daar dus gewoon om. Dit zijn niet zomaar particuliere belangetjes van Jantje A wil een bedrijf achter jou in een achtertuin vestigen. Maar nee, dit zijn de speeltjes van de hogere macht die willen dat dit wordt uitgevoerd. Is het niet ook allemaal gedragstherapie? Hè? Dat vraag ik mij nu ook af. Nu we dat met corona gehad hebben en die mondkapjes 1,5 meter en alles erop en eraan. Dat ik denk van die windmolens. Is dat niet ook gewoon een vorm van... Want het helpt natuurlijk geen energie. Er zit natuurlijk een enorme geldmacht achter en zo. Ja. Maar voor de mensen wie je ermee te maken hebben. Dat zijn miljoenen mensen in Nederland. In alle polders en kwelders, rivieren. Maakt niet uit. Dat is gewoon ook weer een vorm van... Er wordt je iets aangedaan wat niet te ontlopen is voor je als burger. Je mag ook zelfs niet meer boos worden, want zelfs de ruimte tussen jouw oren is geprivatiseerd. Zodra je via Twitter jouw boosheid uit, komt D66, oftewel justitie, komt meteen op jou af.
om te zeggen van ja, je mag geen boze woorden via Twitter ventileren. Nee. Nee. Maar waar komt dat dan door? Men is nu bezig met, dat heet onthoud die wet. Daarmee wordt de hele publieke ruimte geprivatiseerd met staatsgeweld. En dat is de omgevingswet. Onthoud die. Ja, die ken ik. En de omgevingswet maakt al deze dingen, waaronder die crisiswet, waaronder ook jouw park is vergund. Hè, oftewel, alle natuurregels gelden nou even niet. Die gooien we aan de kant. Die crisiswet, die zogenaamd tijdelijk was uit 2010, wordt daarmee permanent gemaakt. Oftewel, de oligarchie, de Bernard van Oranje-achtige vastgoedboeven en al dat UBO, hè, de ultimate beneficiary owners van het grootbedrijf, mogen heel Nederland volbouwen. Hè. Je hebt ook Three State City van Clemens Brenninkmeijer en Savelberg, wat ook weer een vriendje is van de Oranjes. Die mogen dan Nederland volbouwen en dan mag alles. Hm. En jij moet je bek houden. Nou ja, en dat wij onze dat is de omgevingswet en die wilden ze dus in 2022 wilden ze die invoeren. En daarin zijn letterlijk, de 2030 agenda wordt daarin wettelijk geïnstitutionaliseerd. Want dat noemen ze dan duurzame ontwikkeling als reden om die wet te installeren. Oftewel sustainable development. Ja. En Nederland heeft daar altijd op het Europese continent als vazalstaat van linksliberaal Amerika heeft daar altijd een leidende rol in gespeeld. Ja. En daar zijn wij eigenlijk, en daar komt ook die klimaatmafia, die komt daaruit voort. Ja. Nee, Jan? Nou ja, kijk, wat ik zie is dat wij natuurlijk eigenlijk in de wereld als land amper meetellen. Maar en dat is een gevaar die ik onderken. Namelijk waar wij als Calimero in de wereld met ideeën komen, vinden andere landen dat ze het minste het ook zo moeten doen. Dus ik denk dat wij ook nog met al onze beperkte middelen een verkeerd voorbeeld zijn voor de rest van Europa en voor de rest van de wereld. En waar wij hier in ons land, en dan blijf ik maar even bij mijn stokpaardje, het land vol windturbines zetten tot afschuw en afgrijzen van iedereen, niet alleen veroorzakers van een verschrikkelijk landschap, maar ook zelfs gezondheid. Die laagfrequente tonen. Ja, wat daaronder hier heb je een heel mooi punt, want in die omgevingswet staat dan van ja, wij gaan emissies en risico's moeten wij reguleren. Maar wat heeft Nederland gedaan? In tegenstelling tot het buitenland, daar heb je zelfs afstanden van 1 kilometer of 1,5 kilometer tot de woningen. En omdat Nederland zo'n dichtbevolkt land is, en men beweert nu in één keer in een dichtbevolkt land dat ruimte geen schaars goed is, heeft men gezegd, ja, dus ze mogen ook op 500 meter staan. Ja, dat is het probleem, dus dan denk heb je ook. De hele nacht van zoef, 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 word je daarmee uit slaap gehouden. Hoorbaar, hè, maar ook dat. Dus dan gelden die risico's dus plots niet. Dus je ziet duidelijk ook in die omgevingswet die men installeert, is weer duidelijk dat meten met twee klimaten. En je hebt dus hoe ver van zo'n grote windmolen woon, werk en slaap jij eigenlijk? Ik denk dat ik op dit moment ongeveer 1,5 tot 2 kilometer van de dichtstbijzijnde windmolen woon, slaap en leef. Yeah. Het drama is natuurlijk dat aangetoond is dat laagfrequent geluid zich ongeveer 35 kilometer door de grond heen verplaatst. Yeah. Dus je zou deze windturbines, daar is ons land gewoon te klein voor. Ja. En de enige plekken die daar geschikt voor zouden kunnen zijn, dat zijn woestijnen. Maar daar kun je beter zonnepanelen neerleggen. Ja, nee, daar is ook zo'n groot Sahara-plan ooit voor. Maar in ieder geval van die, of een of andere Russische steppen. Ja, nou, en je moet ze vooral ook niet in de buurt van levend wezens neerzetten. Okay. Hè? Want waarom hebben wij allemaal orka's en walvissen op het strand liggen? Dat komt ook door het laagfrequente geluid, waardoor de wind weer op zee. Ja, daar valt nog veel. Ik vind niet dat je die discussie daarin moet verzanden. Want daar kun je allemaal voor- en tegenargumenten lanceren. Het gaat meer gewoon nu, denk ik, om hoe wordt er op jouw burgerrecht ingebroken. Hè? Dus men zegt volgens de grondwet, iedereen is gelijk. Maar wat doet de omgevingswet? De omgevingswet zet eigenlijk de grondwet buitenspel. En dat is een soort technocratische coup die men pleegt. Want wat doet men dan? Hè, je hebt de grondwet, heb je allemaal mooie rechten. En denk je van, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar er staat altijd een uitzonderingsbepalingje bij. Tenzij. Ja, ja. En die tenzij maken ze steeds groter. Dat is, en het wordt dan permanent. Ja. Ja, en die tenzij's worden ook, dat zie je ook bij die coronamaatregelen, hè? Je hebt recht op demonstreren, tenzij de overheid een gezondheidswet kan installeren. En dan ineens geldt dat allemaal niet meer. Nee. Dus voor de wet
zou je gelijk moeten zijn, maar op het moment dat de koninklijke oligarchie beslist dat er nu even een andere prioriteit is, dan gaat die wet boven alle grondrechten van de mensen waar zij dat project dan installeren. Ja. Eerst gebeurde dat met de crisiswet, met de omgevingswet die dan dus 2022 in werking gaat, wordt dat permanent. Dus kan de oligarchie overal bij jou, achter in de tuin, neerzetten wat zij willen. En jij moet gewoon je kop houden, want anders komt justitie, ja. D66. En dan is het nog een stap erger, namelijk waar wij in Nederland altijd de indruk hadden dat wij ons recht konden halen bij de hoogste bestuursrechter, hè, de staatsraden, hè, die rechtspreken binnen de Raad van State. Negeert de Raad van State zelfs Europese wetgeving, ja, die overheersend is voor alle lidstaten, ja, maar die zetten ze gewoon buitenspel. Dus wij willen wel onderdeel van Europa zijn, maar op het moment dat Europa ons wetten voorschrijft die ons kennelijk niet passen, dan worden die gewoon genegeerd. Ja. En dan is het, wat jij zegt, een enorme klus om als burger daar uiteindelijk je recht te halen. We hebben daar gelukkig nu twee, eigenlijk drie voorbeelden van. Twee Belgische windparken die, waarvan de vergunningen vernietigd zijn door de Europese rechter. En nog maar net 4-5 weken geleden in Frankrijk, waar een windpark van 7 turbines door het Europese Hof van Justitie ook vernietigd is verklaard. En de Europese rechter heeft zelf besloten dat de initiatiefnemers de molens moeten opruimen. Zo. En dat die opruimkosten, ja, worden geschat op €860.000 per turbine. Ja, wat mij betreft, ja, is dat ons voorland, ja, hier in Nederland. En eenzelfde jurisprudentie zien we in Bulgarije, waar een uitbater ook een park had neergezet wat eigenlijk niet was vergund, of dat niet had mogen volgens Natura 2000-wetgeving. En de Raad van State is hier gewoon over de scheef gegaan bij bijvoorbeeld Windpark Friesland. Want wat gebeurde daar? Er worden gewoon 89 van die megaturbines in vogeltrekgebied neergezet. In PKB-gebied Waddenzee. Op basis van dezelfde procedure prostituee van het ministerie van EZK. Mm-hmm. Van Sandor Gaastra, dat is de verantwoordelijke ambtenaar trouwens. Okay. Sandor Gaastra, onthoud die naam ook. Dat is eigenlijk degene die, waar waarschijnlijk jij ook door bent gecriminaliseerd. Want die komt als directeur-generaal bij de politie vandaan. Die is ook verantwoordelijk geweest toen, of in ieder geval die was werkzaam daar als directeur-generaal, toen de politie werd genationaliseerd in 2012. Hele belangrijke naam om te onthouden. Maar wat heeft de Raad van State toen gedaan bij Windpark Friesland? Dat hadden ze onder de crisiswet geparkeerd, die tijdelijke crisiswet die dus permanent wordt, want alle, ja, tijdelijke wetten worden uiteindelijk gewoon, net als die coronawetten, hè, de avondklok komt ook gewoon weer terug. Wij worden gewoon onder een soort eco-fascistisch regime worden wij geplaatst. Kun je in oktober zeker alweer aanzien komen? Nou, ik denk al zelfs wel eerder, misschien wel, ja, september al. Ja. Ja. Maar wat deed de Raad van State? Die ging op de beeldmanipulaties van Pondera Consult, onthoud die naam, Pondera Consult. Ik ken ze heel goed. Hè? Die dat ken je heel goed. Activisten. Ja. Dat zijn de procedure prostituees van het ministerie van Economische Zaken. Duiken overal op. Wat hadden die gedaan? Een, ja, groothoek beeldmanipulatie, waardoor het leek alsof vanaf de Afsluitdijk dat die windmolens, nou, dat waren echt zulke dingetjes. Nou, ik heb een foto even gemaakt van als je er nu staat en nou ja, die megadingen, ja, dat is plof, dat komt zo op je af natuurlijk. Zij hadden maar op basis van die beeldmanipulatie heeft de Raad van State toen gezegd dat ze, hoewel het niet mag, want je mag de ruimtelijke kwaliteit in PKB-gebieden Waddenzee niet aantasten, heeft D66, oftewel de Raad van State, besloten, mag wel. Ja. Nou ja, wij hebben natuurlijk in ons gebied, en dat is het maar even in een hele bescheiden vorm, bij de eerste informatieavond ook Pondera zien acteren. Precies wat jij zegt, ook met video's. Totdat mijn vrouw bij mij kwam en zei, Jan, weer eens even meekijken, want die molens die hier geprojecteerd worden, die komen amper boven de boerderijen uit. Ja. Dus ik liep er naartoe. Ik zei, beste mensen, hier wordt het volk voor de gek gehouden. Ja. Zei, deze dingen moeten 10 keer zo hoog zijn. Ja. Nee, meneer, maar dit klopt precies, hoor. Ik zeg, dit is gewoon volksverlakkerij, hè, wat al een hele poos bezig is. Vervolgens werden die dingen uitgezet. Ja, wat ik ook heb meegekregen in de wandelgangen. Maar niemand was zo snugger dan, hè? Omdat dan Nou, mensen die weten niet wat er op hen afkomt. Kijk, wij hadden natuurlijk wat voorwerk gedaan, in ons werd ingelezen en echt gekeken hoe hoog die gekke dingen zouden gaan worden. Maar alles is erop gericht om de burger op het verkeerde been te zetten. Ja. En dat wij toen al op 2 verkeerde benen stonden, wisten we niet. Want wat jij net zegt, die Rijkscoördinatieregeling Crisis en Herstelwet, die heeft alle procedures die wij gevoerd, ja, hebben zinloos gemaakt. Ja. Nou, sinds die crisiswet is geïnstalleerd. Maar dat is een wet uit 2012. Ja. De, ja, crisiswet is er, ja, uitsluitend op gericht om ieder burgerverzet over, zo, een aantasting van de leefomgeving, om die gewoon buitenspel te zetten. Ja. Ja.
onder het mond van we hebben een economische noodsituatie. En ja, maar zit die, ook die was er in 2008. Ja. En die wet is uit 2012. Ik kan het nog, en je hebt elke 10 jaar heb je een dip in de economie. Nou ja, het was nog erger, want in de Raad van State-procedure hebben wij natuurlijk ook die crisis- en herstelwet benoemd. Van beste mensen, deze crisis- en herstelwet die is er eigenlijk op gericht om een crisis te voorkomen of te repareren. Maar die gaat bij ons een crisis veroorzaken. En toen grapte de staatsraad naar de voorzitter. Ha, 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 dan heeft hij toch nog een functie bij jullie. Zo. Hoe, weet je ook nog hoe die heet? Want moet ook alle namen... Ja, ik zou het goed vernoemen. Tuurlijk. Want uiteindelijk is het hoofdthema is natuurlijk de corrumpering van rechtelijke macht. En daar heb jij nu natuurlijk ook iets mee gekregen bij jouw veroordeling tot zelfs een half jaar cel. Hè? Alsof je mensen hebt vermoord. Ja, ja, nou ja, ja goed. Daarom zitten we natuurlijk daarom hier. Zitten we hier. Jij bent pas van de weg gereden, Riepke. Jan, jij bent pas veroordeeld. Tijdens het eerste proces van je zaak. Je bent in hoger beroep, dus daarom kun je hier nog zitten. Maar je hebt gewoon even 6 maanden cel aan de broek gekregen. En 6 maanden voorwaardelijk ook nog, hè? Ook dat nog, ja. Dus eigenlijk gewoon een jaar. En waar is dat bewijs op gebaseerd? Wat zou jij gedaan hebben? De indruk die door de rechters gewekt is, is dat ik op enige wijze bijgedragen heb, betrokken geweest ben bij het schrijven, doen schrijven, versturen, doen versturen van drijfbrieven aan ondernemers en de provincie maar Drenthe. Maar heb jij bewijs gezien voor die rechtbank? Niemand. Nee, kijk, omdat ik geen strafbare feiten heb gepleegd, is er ook geen bewijs. En daarom zit hier ook geen dader. Ze hebben je wel veroordeeld. Ja, dat is ook zo. En daarom ben ik ook in hoger beroep, omdat ik niet veroordeeld wil worden voor iets wat ik niet gedaan heb. In Groningen of welke rechtbank was dat? Dit was in Assen. Assen? Ja. Ja. Kun je ook de rechters noemen die daar zo... Want je zei dat ze heel emotioneel tekeer gingen ook. Hè? Ja, was jij in die brief, ik heb die brief ook gezien. En ja, dat kun je toch absoluut niet als dreigbrief... Wat is er, de rechtbank, wie waren dat? Ik moet even goed nadenken. Er was een meneer van de Kapelle. Ja, van Kapelle, ja. En dan moet ik even heel diep nadenken wie de andere twee waren. Die zaak is gefilmd ook? Ja, ja, compleet. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ja. Moondogs, VPRO, Human, die heeft het helemaal gefilmd. Ja. Kun je die zaak al terugzien of ergens of niet? Ja, ik denk het wel. Ze hebben in ieder geval aangegeven dat wij gewoon de beelden ter beschikking kunnen krijgen. Compleet, ja, van begin tot eind. Ja. Ja, want ik kan wel even anders die brief waar het dan om zou gaan, een van die brieven, even een paar gedeeltes voorlezen. Want dan zie je ook, lieve mensen, dat er wordt helemaal geen bedreiging uitgesproken. Dat is tegen Raadhuis Pure Energy. Gevestigd in Enschede. Dat is een van die favoriete ondernemingen van Sander Gaafstra van het ministerie van EZK. Een ander vriendje van hem is Anne de Groot. Anne de Groot, woonachtig aan het Klutenpad 14 in Krijl, in de Noordoostpolder. Die Windpark Friesland dus uitvoert. Het is ook niet voor het eerst dat we die man hier nee, zeker, tafel maar gaan. Ze hebben een bepaalde zetbazen waarvan ze weten, die doen we onze dingen. Ja. En die koesteren wij. En daar mag je niks tegen doen. Daar mag je niks over zeggen, want dan zetten wij het justitieel apparaat tegen jou in. Maar als we dan hier ook kijken, hè, wel wat staat in die brief? Geachte directie, u faciliteert met uw onderneming, organisatie, een fascistisch systeem. En fascistisch staat er met sterretje. Wat is fascistisch? De definitie fascisme is een politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie, daarbij meestal misbruik van makend van ideologie. Nou, dat is gewoon helemaal waar, want dat hebben we ook, hè, het ecofascisme, wat hier wordt uitgerold, voldoet volledig aan die definitie. U faciliteert een ondernemer met een fascistisch systeem dat zich keert tegen de Groninger en Drentse burgers. Reden waarom u genomineerd bent voor het foutgroene keurmerk. Toch? Ja. Die was in het leven geroepen, dat keurmerk. Er was een foutgroen keurmerk in het leven geroepen. Ja. 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 Dus die is uitgereikt aan dat bureau. Is dit aangekomen? Ja. Of niet? Ja, dit is daar terechtgekomen. Hij is via het Dagblad van Noord is deze brief bij ons terechtgekomen. Ja. En dan lezen we hier verder. De democratie is als legitimatie voor het proces mede door uw onderneming volledig misbruikt. De groene ambitie is doorgeschoten naar groen fascisme. Het beschamende daarvan is dat de democratie voor veel burgers geen enkele waarde meer heeft. Inderdaad, want dan merkten we ook bij de mensen die nou slachtoffer worden van het 9 windturbines van Nijhiddemhouw bij Kornwerd. Naast Fries nationalist Opel Posma ook begraven ligt. Die zich in zijn graf zou omdraaien als hij zag hoe zijn prachtige Friese landschap daar zou worden verkracht. Ja.
En die hebben diezelfde ervaring als jou beleefd daar. Van ja, ze konden wel dingen inbrengen, maar het had allemaal geen enkele zin. Want EZK, het ministerie, de vergunner daarvan is Meindert Smallebroek. Die hebben we ook al vaak genoemd. Ja. Die is nu directeur gemaakt van de Unie van Waterschappen. Klopt, en via de Unie van Waterschappen gaan ze nou de hele boerengrondroof faciliteren. Ja. Onder het mond van ja, we moeten dat boerengrond onder water zetten. Met name op veengrond. En dan zouden wij ook CO2-compensatie uitvoeren. Die brief die heb jij geschreven of wordt jou in de schoenen geschoven? Ja, men probeert mij op enige wijze te beschuldigen van het feit dat ik bij deze brief of brieven betrokken geweest ben. En de reden die men daarvoor bedacht heeft is dat ik natuurlijk in de pers heel veel dingen gezegd heb, one-liners geuit heb over eigenlijk het gifgroene klimaatbeleid. Ja. Want het is al lang niet groen meer, het is gifgroen. Hè? Als het mensen dieven ziekt en de omgeving kapot maakt, dan is het gifgroen. Ik heb ook heel vaak gezegd, of van mensen gehoord van beste Jan, als jij in de pers iets zegt, dan is het altijd klip en klaar. Hè? Als jij zo minister zou zijn, dan zouden mensen eindelijk eens een keer weten wat je te vertellen hebt. Ja. Hè? Ja. In plaats van een minister vandaag de dag. Maar er is dus een brief geschreven door iemand en met zo'n prijs en Die moet jij dan geschreven hebben? Ja, maar goed, ik heb hem niet geschreven. Hebben ze dan handtekeningen of de handschriften met elkaar vergeleken? Of konden ze tonen gaan vergelijken van die brief met jouw uitspraken? Hoe is dat bewijs tot stand gekomen? Er is geen bewijs. Het zijn suggesties. Men zegt van, let op, stukken die Nieboer in de pers zegt, komen terug in de brief. Dus Nieboer zal die brief geschreven hebben. Ja, maar iedereen kan jouw zinnen toch dan gecopy-paste hebben? Heel veel mensen zeiden dat over Jan, wij gebruiken jouw zinnen. Ja. Op allerlei plekken als dat uitkomt. Ja, maar die brief vonden ze kwalijk. Die brief vonden ze kennelijk kwalijk genoeg om ons dan een jaar zelf te veroordelen. Ja, wat lees ik verder ook op het moment dat... Riepke, lees jij bedreigingen in die brief? Wat lees je daarin? Nou, er zit niet één fysieke bedreiging in. Ik zal er nog wel even wat punten eruit citeren. Die eigenlijk voor iedere burger die om zijn eigen omgeving burgerrechten geeft, alleen maar kan onderschrijven. Want wat staat er? Ons doel is heel duidelijk. Wij willen vreedzaam, vrij, veilig en gezond kunnen leven in onze mooie provincies Groningen en Drenthe. Nee, de middelen waarmee gedreigd wordt, worden er met middelen gedreigd om in zo'n brief? Nee, in geen enkele... Het is alleen maar wat vond de rechter kwalijk aan zo'n brief? Is mij niet duidelijk geworden. Okay. Nee, want hier staat ook ons advies. Trek uw onderneming, organisatie en u als persoon met uw windplannen onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug uit ons gebied. Dat is voor u de beste optie. Mocht ons advies, u ons advies niet opvolgen... Dat is een dreigende ondertoon, Rieke. Ik bespeur een dreigende ondertoon. Ja. Mocht u ons advies niet opvolgen, dan zullen wij... totdat de windparken in Groningen en Drenthe definitief tot het verleden behoren... doorgaan met het onder de aandacht brengen van uw dubieuze praktijken. Onder meer middels in het openbaar aan uw afgeven van het foutgroene keurmerk. Hetgeen uw reputatie dus waarschijnlijk... Dat is de enige dreiging, hè? Dus ja. Er wordt doorgegaan met het ontmaskeren van dit soort bureaus door middel van die keurmerken. Ja. Dat is het concrete dat was de boodschap uit die brief. Ja, supergevaarlijk, Jan. Ja, dat je dan een jaar zelf ook krijgt is logisch. Ja, dat is logisch. Ja. Ja. Nou, en je mag blij zijn, je komt er goed vanaf. En er was dus nog een ander briefje en dat was over naar die Ben... Timmermans. Ben Timmermans. Ja. Van trek je toch alsjeblieft terug, want dit kan zo niet. Ja. Die heeft zich toen teruggetrokken en die heeft een klacht ingediend waarschijnlijk van... ik ben heel zielig. Wordt geïntimideerd. Ja. Terwijl jullie als burgers zijn geïntimideerd geweest door de staat en hun oligarchie. Nog steeds. Ja. En dat blijven jullie gewoon. Kijk, wat jij zegt is heel erg duidelijk. Hè. Wij worden al 10 jaar lang bedreigd in ons bestaan, in onze woon- en leefomgeving, in onze gezondheid, door de komst van windturbines. Kennelijk is dat niet strafbaar. Maar op het moment dat er dus via dat soort brieven, en nogmaals waar ik niet bij betrokken was, aandacht gevraagd wordt voor... Nee, maar Jan, vind je het gewoon niet het allerbeste voor ons met z'n allen? Dat Oost-Groningen... daar gaat een sigaar over tafel. Dat gewoon maar opgeruimd wordt. Dat jullie meer gezellig ergens in Lelystad gaan wonen met z'n allen. En dat we gewoon Groningen, Oost-Groningen... Zo mooi is nou ook weer niet.
dat we dat gewoon volplempen met zonnepanelen, parken en windmolens. Ja, dat heb ik gewoon... nou, doelstelling voldaan en de doelstelling gaat boven mensen. Ik heb daar wel een idee over. Ik heb eerder want wel eens... Uiteindelijk zijn we toch allemaal het meest gelukkig in een Finex-woning in Lelystad. Zo is dat, bovenop elkaar. Hè? Ja. En dan met het verre uitzicht nog even naar windturbines in de verte. Hè? Want zo hoog zijn ze langs, dat we ze uit Lelystad hier wel kunnen zien staan, bijna bij helder weer. Maar de oplossing die ik eigenlijk heb, als de overheid eerlijk zou zijn naar de Groningers en naar de noordelijke Drenthe, dan zou je gewoon eigenlijk gewoon een hek om het noordelijke gebied moeten zetten. Alle mensen deporteren bijvoorbeeld naar de polder. Net als hier met die gasbeving, want wij weten toch gewoon dat Amsterdammers gewoon gelijk hebben. Het stelt hier toch geen ene ruk voor. Laten we hier nou gewoon hier een soort van boerenindustrieterrein van maken. De mensen die hier wonen, weg. Lekker in Almere of in Purmerend. En de economische draagkracht van het platteland, zoals de boeren, gewoon lekker weghalen. Of net zoals alle andere gelukkige mensen in een achterbuurt ergens in de Randstad proppen. Ja. Want daar zijn de mensen blij, gelukkig en hier niet. Hier niet, nee. Maar hier zijn de mensen ook eigenlijk geen echte mensen. Hè? Dat zijn eigenlijk een beetje schooiers, dom volk, tellen eigenlijk niet mee in het land. En die kun je gewoon alles over uitrollen wat je kwijt wilt. Hey, maak hier nou maar gewoon de grootste vuilstortplaats van Nederland van. Ja. En als we het over de gaswinning hebben, dan hebben we het vervolgens over CO2-opslag. We hebben het over de stikstoffabriek. Ja. We hebben het over langzamerhand grote velden. Hè? Aanstaande vrijdag wordt er vlak bij ons in de buurt het grootste zonnepark van Nederland door onze koning geopend. Hè? Dus langzamerhand is ons land een keramische kookplaat aan het worden. Misschien neemt hij zijn SDG-speltje mee. Ja. Hè? Nee, ja, want wat lees ik hier nog meer, Jan? Jij bent ook afgeluisterd door politie. Die hebben een... Oh, echt? Echt waar? Die hebben een daadwerkelijk verzoek ingediend bij... Waar staat dat in? Meester D. Rogge van D66, oftewel het Openbaar Ministerie. Om jou af te luisteren. Ik zie hier verbalisant Jilly, Albertine, Catharina, Lucia, Antonia Pronker. Inspecteur, werkzaam bij de Eenheid Noord-Nederland. Die wil technische middelen inzetten om vertrouwelijke communicatie van jou af te luisteren. Het is wel opwindend als mevrouw Pronker je afluistert. Want dat gaat om die brief aan Ben Timmermans. Met grote belangstelling keken wij uit naar de nieuwe bedrijfsnaam die bij ons de volle aandacht gaat krijgen. Dat wat u in 20 jaar heeft opgebouwd gaan wij zorgvuldig afbreken en daar nemen wij alle tijd voor. Net als u denkt, het is weer rustig, dan zijn wij er weer. Waarom? Omdat u hetzelfde doet met ons afbreken. Vele van de bewoners uit dit gebied hebben ook van alles opgebouwd en vaak langer dan 20 jaar daar bloed, zweet en tranen ingestoken. En wat willen zij nou dan dus? Ik vind deze observatie van de politie om jou af te luisteren, vind ik wel, hè, uit de tot op heden ingezette opsporingsmiddelen is gebleken dat de heer Nieboer en uw compaan Hendricks regelmatig op de donderdagmorgen afspreken bij de McDonald's in Stadskanaal. Foei. We merken dat niet alle communicatie omtrent deze afspraken, dat zij die niet meekrijgen, omdat zij niet inhoudelijk via de telefoon over acties communiceren. En Hendrik zelfs zijn telefoon bij afspraken thuis laat. Wanneer uit de ingezette opsporingsmiddelen blijkt dat er een ontmoeting plaatsvindt naar aanleiding van de publicatie van Ben Timmermans... Dat insinueert dus... Wacht even stil. Het insinueert dus dat ze het... verdacht zo niet bewijs van strafbare feiten vinden wanneer mensen hun telefoon thuis laten, wanneer ze iets gaan doen. En waarschijnlijk in het besef dat ze dan ook afgeluisterd worden. En het feit dat je dan niet afgeluisterd wil worden, betekent dus dat je strafbare feiten aan het plegen bent. Want wij merken dat niet alle communicatie omtrent deze afspraken, die krijgen we niet mee, omdat ze niet inhoudelijk via de telefoon over acties communiceren. En Hendrik zelfs zijn telefoon thuis laat. Wanneer uit ingezette opsporingsmiddelen blijkt dat er een ontmoeting plaatsvindt naar aanleiding van de publicatie van Ben Timmermans, wil het onderzoeksteam ook de inhoud van deze afspraak meekrijgen. Oftewel, zij verzoeken de officier op grond van artikel 126 wetboek van strafvordering te vorderen dat door de rechtercommissaris bij Rechtbank Noord-Nederland een machtiging wordt verleend te bevelen dat gebruik zal worden gemaakt van de bevoegdheid tot het opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel. Ze willen dus je huis volleggen met spionageapparatuur. Ja, nou ja, en dat is waarschijnlijk ook gebeurd. Hè. Op allerlei plekken zijn wij afgeluisterd. Ja. Het is zelfs zo geweest, dat was ook voor mij nieuws, dat een mobiele telefoon die je uitzet, dat die op afstand opengeklikt wordt door het OM. Hè. Dus zoals wij hier zitten met de telefoon uit. Ja. Nee, maar hij is aan, want wij kijken...
Dat hebben we uit de goede tijd van de avondklok hebben we dat bedacht. Want dan mag je namelijk alleen als journaliste nog over straat wanneer je een live uitzending opneemt. Oh, en ja. Hoe live kan je nou zijn? Ja, kijk, u kijkt natuurlijk later, want u kijkt de geknipte versie. Maar de AIVD en de politie en het OM, die krijgen de live versie. Dus wij zenden altijd live uit aan tafel. En daarom mochten wij dus ook met avondklokverklaring veel later opnemen dan... Dus iedereen die er aanwezig was, werkte mee aan een live uitzending. Dat was een van de uitzonderingen, waardoor het mocht. Sindsdien ligt die telefoon hier gewoon mee. En verzorgen wij live uitzendingen enkel en alleen uitsluitend voor de geprivilegeerde klasse van agenten, OM... De windmolenmafia. En de windmolenmafia. Ja. Kom maar even wat dag, Meindert. Nou, hè? Dus dat jullie meteen live kunnen meeluisteren waar we allemaal zitten. En nou ja, zo verdenk ik zij hun dus ook stiekem van... Maar ze kijken, ze luisteren echt alles maar af. Ja, ze luisteren alles af en ze zijn zodanig conscientieus op zoek geweest naar bewijs. Hè. Ze hebben 3 jaar onderzoek gedaan. Met alle mogelijke opsporingsmiddelen, ze hebben mij dag en nacht gevolgd. Hè. Ik kreeg vragen van, wat deed die mevrouw met die auto op die dag, 1,5 jaar geleden, 's morgens om 7:30 bij het kantoor? Dus daar waren ze achteraan gereden. Ja. Ze hebben zelfs de plafondplaten bij mij op kantoor opgetild om te kijken of daar nog wat op zou liggen. Alle elektronische dossiers doorgezocht, alle papieren dossiers doorgezocht, thuis de hele tuin door de kop gezet, versterking opgeroepen omdat wij kennelijk een groter huis hebben. Is de tuin overhoop gegooid? Nou, dat viel mee, want ik heb weinig rommel in de tuin. Maar zijn dus in staat om je hele tuin om te graven. Ja, dat klopt. En wat het hele leuke ook was, dat op enig moment, want mijn vrouw die zat daarbij, die was gebeld, dat ging naar het werk. En kwamen de mensen met een stuk plaat onder de arm. Van kijkers, een van de roverhoofdman die dan daarachter een tafel in onze keuken zat, van we hebben asbest gevonden. Oh. Dat was achteraf. Geen asbest, dat komt ook in mijn boek terug. Maar dat was gewoon no branda. Dus platen wat wij op onze studentenhuisdeuren aan de binnenkant in Groningen boren. Ja. Om brandoverdracht tegen te gaan. Nou, zozeer was dat mijn focus om iets te vinden. Was je bang voor het doorbranden van je veenlaag daar? Nou, bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar ik gebruik het thuis als ik aan het lassen ben. Lag in de tuin? Stond in de tuin tegen wat platen aan. Dus. Ja. Ja, nou ja, goed, dat is wel erg strafbaar natuurlijk. Ja. Verhindert het behalve brand misschien ook afluisteren? Is het ook goed voor tegen... Ja, misschien is het ook wel... Een soort Faraday-koortje of zo? Ja, misschien wel geschikt voor. Ja. Ja. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat zij de moraal in pacht hebben. Hè? Ja. Want wat lezen we ook? De Vries hebben ik vind het echt hilarisch. Ga door met de brief. Kom op. De Friesen hebben ook een glossy binnengekregen van onze leugenachtige en corrupte overheid. Waarin Gerrit Hiemstra, onze weerwolf... Alle Friesen. Van Weerwolf met zijn klimaatkasteel in Balk. Dat is huis aan huis verspreid. Huis aan huis verspreid, inderdaad. Okay. Waarin men dus... dat gaat dan over een andere operatie, maar uiteindelijk hetzelfde doel. Hè. Men wil CO2-compensatie uitvoeren door allerlei boerengrond onder water te zetten. En daarin is ook weerprofeet Gerrit Hiemstra met zijn klimaatkasteel in Balk. Ik heb er ook foto's van gemaakt waarin je ziet hoe daar zo'n gigakasteel uit de grond verrijst daar. Die vertelt ons dat wij, ik zal het gewoon even rechtstreeks voorlezen. Reizen is goed voor ongeveer 1/5 van onze broeikasgasemissie. Probeer zo weinig mogelijk te reizen. Ja. Oftewel, meneer Hiemstra mag alles doen, maar wij moeten onze bek houden. En die rijdt elke dag op en neer van zijn balkadres naar Hilversum. Maar zal hij dan CO2-neutraal doen of zo? Hè? Dat is ook natuurlijk onzin. Die heeft een woon-werkbelasting van hier naar de maan, zo'n beetje. Ongeveer, ja. Maar dat soort mensen lopen ons nou te beleren om die CO2-agenda maar door te douwen. Goh. En dat wordt dan dus bij de Friesen als een glossy wordt dat dan dus gedeponeerd. Juist. Van, jullie zijn eigenlijk minderwaardige mensen en wij weten wat goed voor jullie is. Dat is de mentaliteit die op dit moment bij het openbaar bestuur heerst. Wat dus is overgenomen door een oligarchie van mensen die subsidies pocketen. Een beetje het kaliber Gerrit Hiemstra. Ja. En daarmee wordt dus de rechtvaardiging geschapen waarmee mensen als jou gecriminaliseerd kunnen worden. Ja. Of als mij dus. Maar trek je het allemaal nog, Jan? Ja hoor, ik sta er gelukkig ver boven. Kijk, als ik daadwerkelijk hier uitgevreten had wat strafbaar zou zijn, dan zou ik zeggen van jongens, ik heb gegokt en ik heb weggehaald, ik ben betrapt.
Dat is niet het geval. Ik ben onterecht in een bepaalde omstandigheid geraakt. En ik neem aan dat het recht zijn beloop zal gaan krijgen in hoger beroep. En anders in een fase daarna. Ja. Nou, zo zit dat. Want denk je ook krijgt toch af en toe het gevoel dat je in zo'n enorm systeem, dat je er vermalen wordt, hè? Ja, nou, misschien is dat ook wel een van de aspecten aan dit hele proces, hè. Dat de mensen die opkomen voor het belang van burgers, dat de grootste vijanden van de overheid zijn. En dat die daardoor op allerlei manieren monddood gemaakt moeten worden. Ja. Dat is het meten met twee klimaten. Voor de voorlieden van burgerbewegingen, die worden ofwel gekocht ofwel helemaal fijn gemalen. Dat is gewoon iets anders ben ik nog nooit tegengekomen. Nee, gelukkig ben ik wat mager figuur, dus je moet een hele fijne molen hebben om mij fijn te malen. Ja. Dus ik ben nog steeds door de spijltjes heen geklipt, denk ik. Ja, maar je kunt nog wel wat extra voeding gebruiken, Jan. Dus misschien gaan ze je dan kopen. Die kans is ook, maar ik ben niet te koop. Oh. Dat is ook weer een beetje pech hebben. Ja, want dat hebben we natuurlijk ook wel gezien. De meeste mensen blijken wel te koop te zijn. Je maakt ze bang. Ja. En je maakt ze bang voor verlies van hun baantje. We hebben nu ook het eerste virus waardoor je laat vaccineren om je baan niet te verliezen. Dat is ook uniek in de wereld. Jij draagt ook geen muilkorfjes en onderdanigheidskapjes. Nee, helemaal niet. En ik laat me ook niet prikken. Nee. Dus daar wil je dan ook voor blijven staan. Behalve de eerste keer dat je hier met Riepke zat, ben je hier ook een keer met Aten Kuipers geweest. Klopt. En Aten heeft natuurlijk wel meegemaakt dat er pogingen zijn. Hij is als boer aanwezig bij verschillende aardbevingsoverleggen, de tafels in de provincie Groningen. En daar is hem rechtstreeks gewoon een zak geld, een jaarlijkse vergoeding aangeboden als die zich even flink... hij mocht dan natuurlijk wel voorman blijven van de beweging, maar hij moest uiteindelijk, als het puntje bij het paaltje kwam, moest hij natuurlijk doen wat hem waarvoor hij betaald zou worden. Dat is hem aangeboden. Ja. Hij heeft ook letterlijk een omkopingsvoorstel gekregen van Hans Alders, hè? Ja, Hans Alders heeft hem omgekocht. Geprobeerd. Nou, ik verbaas mij daar niet over, omdat wij natuurlijk ook voorbeelden hebben in ons gebied, met name ook in Coevorden, hè, waar ook een aantal windturbines opgericht worden. Daar woonden in het gebied Weijerswold weinig mensen die fel tegen waren. Maar de mensen die wel fel tegen waren, die waren ineens monddood, doodstil en muisstil. En de indruk die wij niet hebben kunnen bewijzen, maar wel hebben gekregen, is dat deze mensen ook gewoon gekocht zijn. Ja. Van, wij geven jou geld onder de voorwaarde dat je absoluut je klep dicht houdt over wat in 19 zin ook. Er is ook inderdaad ook zo'n gebiedsfonds ingesteld, en dat is ook bij Friesland gebeurd. En dan krijg je een vogelkijkhutje en een buurtcentrum als compensatie. Nou, wij hebben in ons gebied natuurlijk ook de discussies gevoerd over een gebiedsfonds. Wij hebben een oud-gedeputeerde, mevrouw Edelenbos, die woont in Drouwendermond. En die heeft zich kwaad gemaakt over het feit dat Platform Storm, hè, waar ik dus de woordvoerder van ben, niet met het gebiedsfonds in ons gebied mee wilde doen. Wij wisten natuurlijk ook dat we daarvoor de buren gebruikt zouden gaan worden. Ja. We hebben allemaal gezien hoe het gaat met de wind, met de gebiedsfondsen. Daar zit een hoog boergehalte aan tafel. En die boeren, die zijn degene die dat gebiedsfonds moeten vullen. En die willen dus bepalen waar het geld uit het gebiedsfonds aan besteed wordt. Ja. Dus in het klapstuk was natuurlijk dat Wim Wolters, de hoofdman van de windboeren in ons gebied, gewoon in de krant liet opschrijven: het is ook helemaal niet belangrijk dat we op een goede manier uit het gebiedsfonds komen. Wij bepalen zelf wel wat we ermee doen. Ja. Dus ook daar hangen de burgers aan een touwtje en die worden gewoon als voetvee gebruikt. Hoe zit dat in Oost-Groningen tussen de bewoners en de boeren? Is dat animositeit vanwege de windmolens? Of zijn er boeren die het ermee eens zijn? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat waren natuurlijk, wat zeg je? Dat die subsidie krijgen, die krijgen een zak geld. Er waren natuurlijk een heleboel boeren die geopteerd hebben voor de windturbines. Dus je krijgt een jaarinkomen. Absoluut. Als je zo'n ding op het land hebt, dan heb je tussen de 30.000 en 60.000 euro per jaar netto in box 3. Even voor de niet-mensen die fiscaal onderleg zijn. Dan kun je een achterzaak steken. Ja. Hoef je geen belasting over te betalen. Heerlijk. Zo. Ja. Nou, voor de mensen die exploitant zijn van de windturbine, daar lopen de bedragen op tussen de 120.000 en 160.000 euro per jaar opbrengst. Ja. Er zijn dus een heleboel windboeren die geen exploitant zijn, maar wel hun grond ter beschikking gesteld hebben. Dus die tussen die 30.000 en 60.000 euro zitten. En er zijn nu een aantal
Die hebben in het openbaar gezegd van, als we dit hadden geweten, we worden gek in onze eigen boerderij. He, want de wind, dat lawaai, dat uitzicht, onze dieren. Dat is die 30 tot 60 of 100, is het allemaal niet waard? Het is het helemaal niet waard. Ik bedoel, ja. Ja, de dieren, ja, precies. En in ons gebied is Jacob Bartels de voorman. Hij is ook voorzitter van waterschappen in allerlei bestuurlijke rollen. Nou, die heeft gewoon in de buurt gezegd, als je er last van krijgt, verkoop toch gewoon huis, ga ik ergens anders wonen. Ja. Nou, en de man die het mee bedacht heeft, Herbert ten Haven, ja, die heeft niet van zijn geld het windturbine opbrengst te kunnen genieten, want die is onlangs helaas overleden, helaas voor hem dan. Nou, en wat we ook zagen. Maar wij zitten wel met zijn erfenis. Ik denk dat het een heel belangrijk rapport hier verder ook is, want dit werd nog deels onder het energieakkoord uitgevoerd, deze met de crisis- en herstelwet. Er is een heel belangrijk rapport uitgekomen, wat is ondergesneeuwd in de media, en dat is de kosten van het energieakkoord door de stichting MWMB, de Milieuwetenschap en Beleid. En die hebben ook gewoon becijferd met een ingenieursbureau. Hè. De kosten zijn andermaal door de regering vals gepresenteerd. Ze zeiden eerst 18 miljard, maar het wordt 107 miljard. Werkelijk. Dat is ook bevestigd door de Algemene Rekenkamer. Dat alleen al die subsidies daarvoor, dan kom je op 72 miljard euro. Maar die worden niet door de overheid opgebracht. Die worden door wij met elkaar. Ja. Via een opslag van de energierekening. Door opslag duurzame energie. Hè, daar weet bijna geen energie aan. De totale kosten per gezin lopen dan op tot 25.000 euro. Niet alleen over dat. Over hoeveel jaar? Over in ieder geval tot 2032. En wat is een ander aspect, ook van die windturbines. Kijk, op het moment dat je ze hier neerzet, Nederland valt onder het Europese emissiehandelssysteem. Hebben we hier ook keurig uitgelegd bij STG 13, Klimaatactie. Wat zie je dan? Op het moment dat zo'n windboer die bespaart op papier, we weten helemaal niet of het ook daadwerkelijk gebeurt, maar op papier tonnen CO2. Maar het emissiehandelssysteem is als een stoelendans. Dus op het moment dat hier stoeltjes vrijkomen, worden die ogenblikkelijk ingezet door een bruinkoolboer, bijvoorbeeld RWE in Duitsland of wat dan ook maar. Dus netto besparen die windmolens ook helemaal geen CO2. Tjee. Ja. En daar wordt wel, dus het enige wat wij doen is het verplaatsen van die emissie naar het buitenland. Daarvoor betalen de Nederlandse burgers dus de prijs. Dus ook het hele idee dat hiermee iets met klimaatbeleid zou worden gedaan, is gewoon ook gewoon een leugen. Dat is ook gewoon kenmerkend voor de moderne Nederlandse overheid. Het is een combinatie van kwade intentie en incompetentie. Wat vind ik even zo erg is dat het allemaal ook oogluikend en actief wordt toegelaten door onze, ik noem het de laatste tijd wel eens de Tweede Slaapkamer. We hebben daar 150 voor. Wat zeg je? De Tweede Khmer. Nou ja, Die consequente kant van de regering. Pyongyang aan de Rijn. Ja. 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 Noord-Korea aan de Noordzee, het is hetzelfde idee. Ja. En dat vind ik heel erg kwalijk. En jullie weten ook dat ik mij ook aangemeld heb en op de kandidatenlijst heb gestaan voor een politieke partij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Helaas hebben wij niet de middelen en de publiciteit kunnen hebben om een zetel te verwerven. Maar de reden dat ik dat gedaan heb, is dat ik gewoon vind dat mensen die daar zitten moeten doen waarom ze gekozen zijn. Namelijk, ze zijn gekozen om het volk te vertegenwoordigen. Maar wat ze doen, is alleen maar zichzelf vertegenwoordigen. Ja. Meebewegen met het fractiebeleid. En daarmee weten ze dat ze hun inkomen op langere termijn zeker stellen. Ja, het is toch een inkomen dat er niet om ligt. Toch 180.000 euro bruto in een jaar. Daar kun je toch heerlijk van leven als Kamerlid. Nou ja, en als met al die recessen kun je nog lekker op vakantie. Ja, en zo. Och, heerlijk. Joh. Ja. Overheidsbaantje. Ja. Ik, heb in 12 jaar tijd heb ik in totaal iets van 4 weken vakantie gehad. Maar die lui die hebben het ene reces na het andere. Nou ja, en wat natuurlijk ook nog zo is. Je wordt ook niet afgerekend op het presteren, maar vooral beloond door niet te presteren. Ja. Stilzitten, niks zeggen en meeknikken, dan hou je 4 jaar vol. Ja. En niet alleen dat, want daarna kun je dus doorstromen van, je hebt jouw gediensten getoond aan de koninklijke oligarchie. Ja. En dan krijg je al die commissarisfuncties en dat zie je ook bij, want een van de grootste vijanden van het Nederlandse volk is wel de postcode loterij. Wie zit daar nu in de Raad van Commissarissen? Dat is onder andere Gerdy Verbeet, de oude Kamervoorzitter, die weer getrouwd is met Willem Meijer, de zetbaas van dat groene fonds wat de ecologische hoofdstructuur moest uitrollen.
En ook weer een oranje vriendje, oud-commissaris van de Koningin in Drenthe. En een bankier voor de Rabobank. Ja. En daarnaast ook nog Letitia Griffith. Letitia Griffith heeft misschien 3-4 dagen in de Kamer gezeten voordat ze met werd gewieberd met wachtgeld. En vervolgens werd zij gecatapulteerd in de bestuurlijke boom van de oligarchie. En die is nu ook raad van commissarissen bij de Postcode Loterij, of dat nou Nova Media is, maar al die tussenbedrijven van die hele kerstboomstructuur. Ja. Om zoveel mogelijk loterijgelden uiteindelijk naar Boudewijn Poelman en zijn vrienden van de Clinton Foundation door te sluizen. Die komen dan op dat soort posities terecht. En ze komen ook op posities terecht, hè, die nog een keer weer over ons heersen, namelijk in Europa. Ja. Hè, dat is nog erger. Ja. Ik bedoel, dat is helemaal een klucht. Nee, daar zie je ze helemaal niet meer terug. En daar zie je ze helemaal niet meer terug. Helemaal uitzicht verdwijnen. Hè, maar daar worden door het leger en ambtenaren ook de meeste absurde wetten gemaakt, die ook allemaal instemming krijgen in hadden dus gesplementeerd worden. Ja. Nee, we zaten van de week hier met onder andere Kees van der Peil om het boek Imperium USA van Daniëlle Ganser te presenteren. En daar hadden we dus ook onze verbazing uitgesproken over waar Kamerleden zich mee bezighouden. Maar ja, op een gegeven moment zei ik ook van ja, Kamerleden die zijn alleen nog maar met ophef bezig die hen gepresenteerd worden door journalisten in de kranten en op televisie en radio, maar met name de kranten. En die kranten, die worden weer, die journalisten die dat allemaal schrijven, die worden weer helemaal volgepropt met informatie van PR-medewerkers, van ministeries en de grote bedrijven. Ja. Wat ze ook weer letterlijk overschrijven. Journalisten zijn de meest luie honden van het hele land. Een Oost-Groningse werkeloze die is nog actiever dan een journalist van een mainstream krant. Die schrijft echt alleen nog maar persberichten over en informatieberichten en bulletins van PR-medewerkers. Ja, of wat ze ook heel vaak doen. Het is ook, daarmee zie je dus dat de volgorde is omgekeerd. Ja. Het is niet meer dat Kamerleden informatie tot zich krijgen, weten waar het om gaat, contexten kennen, korte lijntjes hebben met hun achterban, hun achterland, degene die ze verkozen hebben. Maar alleen nog maar zich laten leiden door de ophef die eigenlijk al goedgekeurd is vanuit de mainstream media. Dus dat is eigenlijk allemaal gekaderd door ophef, deugophef. Ja. En daar gaan ze dan punten mee scoren. Ja. Maar dat is natuurlijk, dan zijn ze al helemaal gestuurd. Ten eerste door de media en ten tweede al in de basis door de PR-fabrieken van ministeries en de oligarchie. Sorry. En dus Kamerleden zijn niet meer bezig met de dingen waar de echte belangen zitten, maar zijn alleen nog maar bezig met afleidingsophef. Ja. Waar ze helemaal naartoe gekneed zijn in allerlei voorfases. Heel mooi voorbeeld van jouw punt is dat heet ook de red herring methode. Dus wat doet Nieuwsuur? Die maakt nu in één keer ophef over enkele miljoenen die door in de provincie Groningen door de overheid zouden zijn misbruikt. Maar ze vertellen niets over het feit dat middels het energieakkoord dat burgers zijn voorgelogen voor een prijs van 90 miljard euro. 90 miljard. En daar zal Nieuwsuur, nepnieuwsuur, zal daar nooit als instantie van de overheid ook maar iets over zeggen. Want ze gaan dan over klein bier, gaan ze een beetje rommelen. Zo van, kijk, wij vervullen onze journalistieke plicht wel. Mm. Maar dat doen ze helemaal niet, want de echte kwesties die gaan ze uit de weg. Dus alles wat de overheid daadwerkelijk zou beschadigen, wanneer ze zouden zien van, hé, we zijn totaal voorgelogen ook over CO2-besparing van dat energieakkoord. Ja. Zullen ze nooit op ingaan? Nee, dan gaan ze over kleine kwesties. En ik vond dat ook met die... Maar kwesties zijn allemaal ook zo complex. Het zijn allemaal zulke dikke dossiers. En we hebben echt geen tijd om dat allemaal door te nemen. Dan hebben we nog medewerkers die ook nog helpen. En ja, het is allemaal heel complex. Maar dat wordt complex gemaakt door het allemaal over lullige details. En dan stapelen dossiers zich wel op. Hoofdzaken zijn er niet. Ze hebben geen enkele connectie meer met achterland, met achterban, met kiezers. Nee. Met concrete problemen, met fijngemalen burgers, met de hel die de oligarchie hier in dit land aan het opbouwen is en de totale rechteloze positie die burgers in Groningen, Oost-Groningen, Friesland, maakt nergens meer uit eigenlijk. Je hebt gewoon nergens meer iets te zeggen. Nee, maar ik had nog wel wat te zeggen bij Nieuwsuur. Wij zijn natuurlijk in de uitzending geweest naar de aanleiding van die zitting.
Voor de zitting ben ik gemeld door Nieuwsuur van meneer Nieboer. Hoe wilt u genoemd worden? Wilt u Jan In of Jan Nieboer heten? Wilt u een bakje voor het hoogte? Nee, ik zeg, ik wil Jan Nieboer, daar ben ik overal. En ik wil ook geen bakje voor het hoogte, heb ik nergens. Totdat de uitzending begon en toen werd ik toch Jan In genoemd. En, als een crimineel. Dus dat heb ik als stuitend ervaren. En ik heb daar de volgende dag telefonisch mijn ongenoegen voor uitgesproken. Met heel veel nadruk en vasthoudendheid daarin. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de avond daarop er een aanvulling kwam op de uitzending van gisteravond. Ja. Waarin men toch erkende dat er iets niet goed was gegaan in de vorige uitzending. Dat Jan Nieboer met zijn achterletter werd genoemd, voorletter van zijn achternaam. En dat dat niet de bedoeling was, hij wilde Jan Nieboer genoemd worden, het zij hierbij rechtgezet. Ja. Dus dat vond ik wel weer correct. Maar de schade is dan al aangericht. Ja, precies. En daar ging het uiteindelijk om. Ja. Want ze zijn niet betrokken bij de burgers, maar ze zijn als instantie van de overheid uitsluitend ermee begaan dat de oligarchie gered wordt. Ja. Tenminste, die indruk krijg je gewoon heel sterk. Ja, ik vond het heel, heel, heel erg dat, los van die prima keurige contracten voor die tijd, dit toch gebeurde. En dan moet ik het met jou en jullie eens zijn. En dat er kennelijk toch een andere agenda overheerst. Nou ja, nepnieuwsuur. Dat is gewoon heel duidelijk. Het is een stuk framing. En dat hebben ze gedaan. Het staat. En dan kunnen ze een dag later erop terugkomen. Maar dat maakt niet uit. Daarmee scheppen ze alleen maar een alibi voor zichzelf. Ja, precies. Dan hebben zij het weer zogenaamd netjes afgehandeld. Terwijl ze je uitdrukkelijk tegen jouw eigen zin op een moment zelf zo neergezet hebben. Ja. Vanaf dag één ben ik gewoon op deze manier overal in het nieuws geweest. Ja. Ik zal ook nog even die zogenaamde dreigbrief verder voorlezen. Want ik vind ook wel, jullie hebben hier echt niets onredelijks gezegd. Wij adviseren u daarom de Groningers en Drenthe vanuit uw commitment met de bevolking een kerstcadeau aan te bieden. Door hun voor de kerst via de pers onvoorwaardelijk te laten weten dat u afziet van windplannen in Groningen en Drenthe. Zie dit ook als een kerstgeschenk voor uzelf. Een kerstboodschap van u aan de Noord-Nederlandse burgers, waarin de duurzaamheidsdoelstelling overheerst en waarin we dan mogelijk een nieuwe start kunnen maken. We sluiten dit advies af met de volgende stelling. Minder leuk, maar niet minder gemeend, namelijk alleen een echte fascist trekt zich van bovenstaande niets aan. En wat doet de echte fascist? Die loopt meteen naar de vriendjes van de overheid en die laat jou oppakken door een antiterrorisme team en jou zonder officiële aanklacht zes weken in de cel smijten. Ja. Daar blijkt Nederland ook uniek te zijn. Hè? In dit land kun je gewoon, heb ik uit ondervinding, 3 jaar in langer in voorarrest zitten. Dat kan. Ik heb mensen gesproken in de PI in Lelystad, waar ik in naam van Oranje 6 weken heb mogen verblijven. Er waren mensen die zaten al 3 jaar in voorarrest, zonder dat er ook maar 1 duidelijk bewijs was voor het feit dat zij een strafbaar feit gepleegd hadden. Ja. Dus alleen maar op suggestie, op ideeën, op veronderstellingen. Dat zijn dan ongelooflijke, ongelukkige sukkels die dat hebben ze nooit is daar nooit rugbaarheid aan gegeven? Of zijn dat mensen die zich gewoon maar aan laten kunnen leunen? Ja, het Openbaar Ministerie in Nederland mag alles. Dat zeiden ze zelf ook tegen mijn gezinsleden toen ze bij ons thuis waren. Dat hebben ze ook tegen de familie van Jan Hendricks gezegd. Wij mogen alles. Ja. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk vlak nadat ik vrij kwam, dat er een vrouwtje opgepakt werd. En toen ze opgepakt was, hoorden ze dat ze verdacht werd van moord op een kindje in de buurt. Is in de gevangenis gezet, was zelfs zwanger, is in de gevangenis bevallen. Na 6 maand gevangenis, voor arrest, vertelde een vriendin van haar aan de politie dat zij dat babytje had doodgemaakt. En dat zij haar de schuld had gegeven omdat ze niet kon zeggen dat zij zwanger was. Dit is Holland. Nou, wat een waan. Dit is Holland. En dan opheffen vanwege die 75 jaar bevrijdingsfolder van de Forum voor Democratie. Ja, precies. En demonstreren tegen Polen van, dat is zo slecht. Ja. Maar dat merk je ook bij al die D66'ers. Die hebben ook geen relativeringsvermogen geen mogelijkheid tot zelfreflectie. Die poster met het FVD, hè, dus dat 75 jaar vrijheid, 1945-2020, overleden. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon, dat was een absolute zenuw van het systeem is daar geraakt. Want ze voelden zich zo precies in hun, hart geraakt. Daar gaat het namelijk over. En het is niet 2020 dat die vrijheid overleden is. Maar Danielle Ganser zei al, we zijn in 1945 van de ene naar de andere bezettingsmacht gegaan.
Nou ja, en daar heeft hij een punt, lijkt me. Ja. Mijn moeder, ik ben daar ook in de rechtbank op aangesproken, maar ook in een verhoor op aangesproken van meneer Nieboer. U maakt gebruik van termen die u verwijst naar de oorlog. Dat is helemaal niet terecht, want dit is een hele andere omstandigheid. Is nee, het is heel simpel. Ik zeg, dit heb ik niet bedacht. Ja. Mijn moeder is helaas overleden. Die vertelde mij van beste Jan, het lijkt wel oorlog in de veenkoloniën. Ja. Er is een bezettingsmacht. De windboeren die de gebieden met winterbinders willen bezetten. Er is een verzetsgroep. Geen ondergrondse, maar gelukkig in de vorm van democratische actiegroepen. Er zijn ook NSB'ers en verraders. En het gevoel, ze zegt, en ik durf lang niet meer overal over windmolens te praten, want met wie zit ik aan tafel? Ja. En wat voor consequenties heeft dat voor mij? Ja. Dus het gevoel dat ik in de Tweede Wereldoorlog had, dat je eigenlijk je niet open kon uiten, dat heb ik nu weer. Ja. Nou, en dat heb ik herhaald. En dat werd me kwalijk genomen. Dus dat is weer die gevoelige snaar, die Achillespees, die je dan kennelijk. En ik denk inderdaad dat op lagere bestuurlijke niveaus, dat vooral de incompetentie en onkunde totaal overheerst. Ja, bij de uitvoerende. Ja, ja. We hebben het dan speciaal over. Maar goed, dat hele BOA-circus, je moet wel een behoorlijke lage moraal hebben om dit nog allemaal uit te voeren, Rieke. Ja. Nee, maar ik denk ook dat, we hebben het over Douwe Hoogland, de gedeputeerde van de provincie Friesland. Even kijken, ook Jan van Weperen van het bestuur van de waterschap Friesland. En Roel de Jong van de wethouder van Friese Meren. In het ZT2 onderwaterproject. Die willen gewoon deugen vooral. Dus, en dat zie je ook toch bij die hele coronatoestand en zo. Hè? Je ziet een bepaalde volgzaamheid van als de leiding beslist van wij gaan dit doen, dan volgt de rest vanzelf ook. En men wil dan deugen en men wil aan dat regime voldoen. In dat kader wil ik ook graag de regionale energiestrategie bespreken. Want bovenop de energieakkoordverplichtingen komen dan dus nog allerlei klimaatakkoordverplichtingen. In Friesland zie je dat nu komen. Dat is de regionale energiestrategie. De rest die wordt in 30 regio's onder de mond van verdeel en heers door Sandor Gaastra op het land gelegd. Dat is de grootste verbouwingsoperatie van de Nederlandse, niet alleen de gebouwde omgeving, maar ook van het landschap. Wat wordt daar ingezet? Men zegt hernieuwbare energie, dat is alleen energie uit wind en zon. Oftewel wiebelstroom. Hebben we net een analyse van gepubliceerd ook. En daaruit blijkt ook gewoon dat jouw energierekening als burger wordt gewoon verdubbeld naar 6.000 euro per jaar. Verdubbeld. Nou, de kosten in Friesland in ieder geval. Hè? Ja. Wat zien we verder ook nog? De kosten van het totale energiesysteem lopen op naar 1,8 miljard euro per jaar. 79% kostenstijging. En waardoor komt die kostenstijging vooral ook? Hè? Dat is, wat moet iemand doen, de netbeheerder doen, wanneer er wiebelstroom op het net wordt gedumpt? Hè, want je gaat over van conventionele vraaggestuurde stroom vanuit de marktvraag van zoveel vermogen hebben we nodig. Stappen we over naar aanbodgestuurde stroom, afhankelijk van het weer en de seizoenen. Dus wat moet de netbeheerder dan steeds doen? Die moet voorkomen dat het net in één keer helemaal plat gaat door overaanbod, dan wel door onderaanbod. En dat heeft twee consequenties. Hè? Dus moeten ze steeds ingrijpen om een zogenaamde brownout te voorkomen. Dus plots onderaanbod, omdat het weer in één keer tegen zit. Of overaanbod, dat het net ook plat dreigt te raken, omdat er veel te veel vermogen wordt geleverd, plots. De term daarvoor is een brownout. Maar eigenlijk zou je dat beter dus een greenout kunnen noemen. Een greenout wil dus gewoon stellen dat wanneer je overstapt op weersafhankelijke en seizoenafhankelijke stroom, neem ook alleen al zonne-energie. In slechts 10% van het jaar wordt liefst 50% van de zonne-energie geleverd. Alleen in die tijd dat de zon hoog staat en dat het zonnig is. Ja, waar moet je met die energie naartoe? Dat weet je natuurlijk dus helemaal niet. Dus dat moet men dan maar dumpen. Maar wat doet men dan? Dan gaat men de leveranciers voor die dumpstroom, voor de wegwerpstroom, gaat men die dan subsidie geven om maar af te schakelen. En dat is dus de voorbode al van blackouts. Dus wat krijgen we nu? En daarom noem ik het ook niet regionale energiestrategie, maar regionale energiesabotage, want dat is wat het uiteindelijk is. Het is de gesubsidieerde sabotage van het energiesysteem.
gaat men dus mensen betalen om maar af te schakelen. Dus je krijgt gewoon een systeem waarin je inbouwt dat men continu leveranciers betaalt om niet te leveren. Iets wat dus ook al in Duitsland staande praktijk is. En ja, je mag, het is verboden verklaard om daar enig debat over te voeren. Ja. Je mag dus niet zeggen dat het gewoon een waanzinnige actie is. Hmm. En dan zie je dus ook, hè, ik kwam net even op Douwe Hoogland, een gedeputeerde van de provincie Friesland. Ja, waarschijnlijk weet hij gewoon helemaal niets van natuurkunde. En dan zie je dus ook de kwaadaardige domheid bij bestuurders, dat die een hele belangrijke rol speelt. Men volgt dat op, want men luistert dan naar Gerrit Hiemstra, die helemaal niets van klimaat of wat dan ook weet. Het is gewoon maar een weerboer. Ja. En met zijn morele claims, en daar willen ze ook mee deugen, maar juist door dat deugmens zijn, sloopt men gewoon de hele energiearchitectuur van Friesland en ook van andere provincies, waaronder van jullie. Ja, nou ja, goed. En er zit natuurlijk een heel belangrijk ander punt achter. Je noemt net al even die ambtenarij. Hè? Ik noem het langzamerhand ook indoctrinatie. Je kunt de politiek niks kwalijk nemen. Ik vind ook dat de politiek eigenlijk niet over dit soort wetenschappelijke, technische dingen zou mogen beslissen. Nou, tenzij ze zich lieten informeren door mensen die ook daadwerkelijk iets van energie weten. Dan moeten ze zich laten informeren door mensen die technisch op de hoogte zijn. Ook van ontwikkelingen van nu en toen. Hè? Ik heb windturbines altijd de museumtechnieken genoemd, hè? Die 30 jaar geleden bedacht zijn. We hebben natuurlijk nu goede oplossingen in de vorm van thorium, hè, op basis van energie van zout. Ja, maar we hebben nog een wereld aan gas. En wat je had met de woorden uit de mond. In Duitsland heeft men het gas nu heilig verklaard, hè, als het schone brandstof. Hier is het ook een schone brandstof. Alleen hier is het door de overheid als een smerige brandstof. Dus dat is de volgende leugen. Die vanuit een geopolitiek belang, want men wil nu ineens, omdat wij toch een beetje onder druk staan van de Joe Biden-regering en het linksliberale Amerika. Ja, en wat Trump er verder heeft er net zo goed aan meegewerkt. Trump heeft Nord Stream 2 gefrustreerd. Dat moeten we niet vergeten. Okay. Ja, die moest daar blijkbaar toch aan toegeven. Russisch gas. Ja. Want wat krijg je dus ook op het moment dat je zo'n energiesysteem installeert, om die brownouts te voorkomen? Stel, je hebt in één keer een onderaanbod, want het waait niet en de zon schijnt niet. Ja, dan moet je in één keer gascentrales gas laten geven. Die moet je opstarten. Opstarten en aan. Ja. Maar wat gebeurt er dan dus? Die gascentrales worden dan dus gedwongen om op een heel laag rendement, 20-30% maar, hun energie te leveren. Terwijl een normaal functionerende gascentrale zou een rendement van 60% leveren. Zo. Dus wat krijg je? Andermaal hebben we niet alleen dat binnen het energiehandelssysteem dus die zogenaamd op papier uitgespaarde CO2-winst wordt geëxporteerd naar buitenland, zodat een bruinkoolcentrale daar gebruik van kan maken. RWE kan zich dan inkopen. Wat zie je dus verder? Door de rendementsdaling van die gascentrales die steeds moeten gas geven plotseling of in één keer gas terug moeten nemen, zie je dus ook dat die dusdanig minder rendabel moeten draaien, dat de CO2-uitstoot daarvan juist exponentieel omhoog gaat. Dus andermaal ook, men zegt het is voor CO2, het is voor het klimaat, het is ook voor een klimaatakkoord. Maar men ontslaat zich van de verplichting om te kwantificeren dat men daadwerkelijk doet. Dus het is alleen maar een symbolische operatie die uiteindelijk alleen maar bedoeld is voor agenda 21 politiek. Dus de 2030 agenda. Hè, de privatisering van de publieke ruimte, het ontnemen van spreekrecht van burgers en het overdragen van macht en kapitaal van de middenklasse naar een kleine minder dan 1%, hè, de windboeren, de gunstelingen van de oligarchie. Hè, van ambtenarij, de ABD topconsult hebben we het dan over. De Algemene Bestuursdienst, de top daarvan. Ja. Hè, dus dat zijn het superministerie van topambtenaren. Waar de absolute macht gaat en via de omgevingswet wordt die machtsoverdracht dus gewoon geïnstitutionaliseerd. Ja. Nou ja, wat jij zegt, die concentratie van macht. Ik heb mensen gesproken die hebben in Oost-Berlijn gezien in een museum hoe daar die burgerrechten langzamerhand werden ingeperkt. En die mensen die waren helemaal uit het lood, waar die zeiden van wat wij daar gezien hebben, kleine stapjes, hè, dan mocht dit niet meer, dan mocht dat niet meer, dan mocht dat niet meer. Ja. Maar wat wij hier ervaren is precies hetzelfde. Als we nog een paar jaar verder zijn, dan hebben we net zo'n dictatuur als daar, zonder enig burgerrecht nog. Dus, en daarom komen we uiteindelijk ook gewoon op een morele kwestie. Ook zo'n Douwe Hoogland als gedeputeerde van de provincie Friesland is gewoon een handlanger van een immoreel systeem. En Douwe Hoogland is dus ook gewoon een immoreel mens en dient zich hier ook gewoon uit terug te trekken en dient zich ook te beseffen dat hij meewerkt aan een immoreel project en dat hij helemaal geen deugdmens is, maar juist een
handlanger van een proto-fascistisch systeem. En dit soort uitspraken hebben we nou al gezien. Oh ja, dan word je opgepakt. Ja, maar Douwe Hoogland, nee, ja. Jij bent verantwoordelijk voor dit gebeuren. Ja. En jij dient jou dat ernstig te beseffen. Ja, ja. Mijn advocaat zegt altijd van, het is zo dat je overal over mag praten in dit land. Hè? Op het moment dat je plannen maakt. Nou, achteraf word je wel afgesloten. Maar langzamerhand is het zelfs zo dat je overal op je woorden moet letten. Hè? Ja. Want de gesprekken die wij hier voeren, die worden natuurlijk aan allerlei keukentafels gevoerd. En allerlei, als ze open geweest waren, cafés, staamtafels. Maar dat kan niet meer, want dat is wat jij zegt, Riepke. Men wil niet tegengesproken worden en men wil niet dat de gekte en het nepnieuws onderkend wordt en dat dat tegengesproken wordt. Nee, want uiteindelijk zie je daar ook de zwakte in van deze hele operatie, is dat men een beleid dat je uitsluitend op leugens en oplichting baseert. Je hebt het gezien. Ja, dat kan alleen maar door het elimineren van tegenspraak kun je dat blijven doorvoeren. Omzicht, noem ze maar op. Ja. Ik bedoel, we hebben met verbijstering gekeken naar hoe dat proces zich voltrokken heeft. Alleen heel veel burgers die hebben nu best wel de wetenschap hoe zeer ze voor de gek gehouden zijn en worden. Ja. Een leugenachtige minister-president die gewoon weer verder kan met zijn werk. Terwijl als jij of ik lieg, dan zijn we onze geloofwaardigheid en ons baantje kwijt. Ja. Maar dit soort mensen die gaan gewoon verder. Ja. Dus andermaal een oproep dus voor een meer integer bestuur. En ik denk dat we ook gewoon een serieus schoon schip moeten maken. Dit is een overweldigende misdadigheid wat er gebeurt. Eens. Misdadig. En ze hebben de wetten naar hun hand gezet. De wetten die hen strafbaar konden stellen, hebben ze buiten werking gesteld. Dat alleen al is misdadig. En dingen in de schoenen schuiven van burgers die zich verzetten. Het feit dat je je verzet is een misdaad. Dat zie je mag ook niet meer boos worden, want word je ook meteen gecriminaliseerd. Ja. Ja. En dat is een ander aspect dus. Kijk, de privatisering van de publieke ruimte met staatsgeweld vindt dus ook plaats in jouw creatieve uitingen. Dus alle private uitingen worden ook publiek gemaakt en gejuridiseerd vervolgens meteen. Ja. Dat is ook wat mij is overkomen. Dus ik verwacht ook, ik heb 18 juni dient mijn hoger beroep tegen energie. Ja, in Leeuwarden. Ja, okay. 18 juni. Dus vrijdag 18 juni om 10:45. En dan mag Gerard Spong, mijn advocaat, mag zijn toptarief bewijzen in professionele zin. En ik verwacht er natuurlijk niets van, want ik verwacht gewoon dat de rechterlijke macht gewoon fundamenteel gecorrumpeerd is. En dat hij gewoon is ingesteld om dit beleid uit te voeren. En dat alle tegenspraak gewoon gecriminaliseerd moet worden. Maar wat hier dus gewoon, kijk, men probeert alle private spraak en private bezwaren, probeert men gewoon publiek te maken en toe te eigenen aan de overheid. En alleen de overheid beslist welke woorden jij nog mag uiten. Als onrecht tot wet verheven wordt, zijn we aangeland in een bananenrepubliek. En daar lijkt het erg op. Nou, daar waren we al. Ik beschouw Nederland al lang als een failed state. Ik heb ook op 19 augustus 2019 al mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat opgezegd bij de Raad van State. Via een brief dus aan de Raad van State en de koning, Willem. Is daarop gereageerd ook, of niet? Nou ja, ze keken wel heel zuur toen daar bij de Raad van State. Dat was wel heel grappig, want dat stond natuurlijk meteen online. En dat stuk dat is ook minstens 20.000 keer bekeken. Ik heb daar ook een voorbeeld van, het vertrouwen in de rechtsstaat kwijtgeraakt. Ik hoorde via mijn netwerk iemand die mailde mij. Die zei, meneer Nieuwoord, ik was bij een afscheidsreceptie van een gedeputeerde in de gemeente of de provincie Den Haag. Daar trof ik meneer Donner, oud-voorzitter de Raad van State. En toen dacht hij, van dit is mijn kans. En toen ben ik naar meneer Donner gelopen. Ik zei, meneer Donner, hoe kan het nou dat de Raad van State alle bezwaren tegen windparken, waar ook in Nederland, en van welke inhoud dan ook, categorisch van tafel veegt. Ja. Ach, had meneer Donner gezegd, en ik citeer de man, dat begrijpt u toch wel, anders halen we Parijs niet. Ja. Kijk, en dat is dus het wezen van de technocratie. Dat is onvoorstelbaar. Ja, maar dat de basis internationale verdragen gaan boven nationale wetgeving. Ja, de burger doet er niet meer toe. Nee. Maar, en dus, dat is het wezen van de technocratie, daar hadden we het in het begin ook al even over. Je hebt wel een grondwet, maar men heeft zoveel flankerende regulering. Dat gaat ook met kaderrichtlijn water en allerlei andere flankerende regulering. Dat is opgesteld door de overheid betaalde zogenaamde deskundigen.
met een ander rekenmodel. En dat rekenmodel, wat er van waar is, dat doet er niet toe. Het rekenmodel gaat vervolgens bepalen wat wel en niet is toegestaan. Dus niet meer de wet, gebaseerd op niet stelen en niet dwingen. Dat is de geest van de wet, van alle wetgeving. Ja. Wordt gewoon geheel buitenspel gezet door regulering. En inderdaad van dat soort internationale verdragen, die ook weer zijn gebaseerd op rekenmodellen van experts die door de overheid zijn betaald om beleid te rechtvaardigen. Nou, ik sprak, nadat ik die 6 weken gezeten had, ben ik de avond in de week daarna in Hollandse Zaken geweest. Hè? Nou ja. De klimaathysterie, Hilversum. Daar sprak ik na de uitzending een hoogleraar die had zijn lidmaatschap bij de CER. Opgezegd. Zo. Ah. Oh, wat goed. En hij zegt... Maar dat is niet in het nieuws geweest. Dat is niet in het nieuws geweest. Hij zegt, en ik vertrouw jou toe waarom ik dat gedaan heb. Hij zegt, we hadden even wat dingetjes uitgewisseld. Hij vindt de dingen die jij mij nu vertelt, die jou en jullie gebeuren en overkomen in het noordelijke gebied. Hij zegt, dat waren voor mij redenen, vergelijkbare zaken, om uit de CER te stappen. Ik was kroonlid. Ja. Hij zegt, want... Waarom? De CER is al lang niet meer bezig met sociaal-economische zaken die het land aangaan. Maar de CER wordt gestuurd door het groot kapitaal uit het buitenland. En daar wil ik geen onderdeel van zijn. De man komt langs naam toenaam in mijn boek. Kijk, Operatie Berkenmuis. Ja, dat is het... Hoe ben je met je boek, Jan? Het boek is bijna af. Dit is een tweede... druk van mijzelf. Intussen ben ik op 266 pagina's. Misschien zit ik hier in een mooie omgeving dat die ook hier door de Blue Tiger Studio uitgegeven kan worden. Ja. Er moet natuurlijk nog een stukje bij in, want ik ben ook even politiek in beeld geweest. Zou voor ons een eer zijn om dat boek uit te geven. Nou, dan heb ik bij deze gun ik jullie die eer. Dankjewel. Hartstikke mooi. Ja. Nou, zijn we rond hè, voor vandaag. Nou, wanneer dient je hoge beroep, Jan? Ik weet dat niet. Ik heb gehoord dat het zomaar een jaar kan duren. Zo. En er waren ook al mensen die zeiden tegen mij... Jan, maar er zijn ook voorbeelden dat daar 3 jaar op moet wachten. Okay. Dus ik heb geen idee wanneer dat kan zijn. Het kan mij natuurlijk snel genoeg komen. Mm. Maar ik heb ook geleerd dat de molens die het Openbaar Ministerie bedient... ook heel langzaam kunnen draaien. Yeah. En ik vraag me ook af of men er belang bij heeft dat het hoger beroep snel komt. Exact, want ze zijn aan de verliezende hand waarschijnlijk. Nou ja, die indruk die heb ik wel. Ja. En ik weet niet of zij die indruk ook hebben. Ja, eigenlijk is het ook heel, heel raar. Want eerst ga je bevolking hoog opleiden. Dus capabel maken om ook tegen dit soort zaken in het geweer te komen. Ja, hoogopgeleide bevolking. Dat is de meest volgzame deel van de bevolking, hoor. Ja, maar het is wel gek dat je eerst... geef je mensen de kans om kennis op te doen... en op die wijze te functioneren in de maatschappij. En vervolgens moeten ze zich gedragen alsof ze debiel zijn. Dat is toch heel apart. Ja, heb jij een andere ervaring met hoogopgeleide bevolkingsdeel? Nou, nee, kijk, ik ben al langer, ook door mijn samenwerken met vissers en boeren, tot de realisatie gekomen dat hoogopgeleid is nogal een relatief begrip. Kijk, de kans hoogopgeleid betekent vaak toch carrière in de bureaucratie en bij de grote bedrijven. Ja. Sommige boeren zijn ook hoogopgeleid, of vissers zelfs, studeren. Maar dan val je weer terug in de realiteit van de boeren, van de visserij, van het ondernemen, hè, van de middenklasse. Ja, ja. Dan ben je toch veel meer geworteld. Precies. En afhankelijk van je medemensen. Maar dat hele ontwortelde bestaan als bureaucraat of als loonslaaf in een groot bedrijf. Ja, dat werkt heel slecht. Het heeft wel trekken van... kijk, er is geen terugkoppeling meer. Want je krijgt je salaris toch wel. Met wat jij ook maar beweert voor theorie. Ja. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je een ondernemer in de visserij bent of je bent een boer. Want als iets niet werkt, dan word je er meteen op afgerekend. En in zekere zin zie je dat ook bij onze parlementariërs. Die kunnen van alles roepen, maar of deugdmensen, het hele fenomeen deugdmens. Je roept, ik ben voor de planeet. Ja, wat is de planeet? En dan is dat al goed. Maar je zal nooit worden afgerekend op de uitspraken die jij doet. En je kunt dan heel intellectueel klinken, maar ook al jouw prachtige theorietjes... daar zul je nooit op worden afgerekend zijn. Nee. Dus wat dat betreft denk ik ook dat een herdefinitie... niet alleen moet het openbaar bestuur fundamenteel gereinigd worden... dat hele ABT-topconsult kan gewoon wel weg. Ik denk ook dat voor de Sociaal-Economische Raad... in de toekomstige Nederland geen plaats meer is.
als kernorgaan van de koninklijke oligarchie, dat volledig gecorrumpeerd is. Kijk ook naar mensen als Ed Nijpels en... Het zijn allemaal platforms waar de dingen gezetteld worden die gedaan moeten worden. Ja. Soms komen de commando's vanuit het buitenland. Ja. Maar uiteindelijk, dat soort organen zijn natuurlijk gewoon par excellence voorbeelden dat de dingen handjeklap gewoon geregeld worden zonder actie, zonder rugbaarheid. Ja. En met een zakje geld hier en een zakje geld zus. Ja, en dat voorbeeld is natuurlijk dat hele klimaatakkoord, waar geen Tweede Kamerlid amper wat van gezegd heeft. Hè. Ik bedoel, als je het over de deltawerken hebt in de Noord-Zuidlijn, in de Betuwe-lijn, daar is dagen, maanden en jaren over vergaderd. En het hele klimaatakkoord, dat is als een hamerstuk. Door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en de ANWB en dat soort dingetjes aan tafels waar geen politiek vertegenwoordiger bij zat, besloten en het wordt voorgelegd. Een kwartier later gaan we over het orde van de dag. Ja. Een ander punt wat ook zeker zou moeten worden ingevoerd is, ten eerste moet de macht gewoon weer naar de middenklasse. Dus ook zo Van Haga, ja, jammer dat hij nou uit Vorm voor Democratie is gestapt, maar het schijnt vanwege privéomstandigheden, omdat wanneer je bij het Forum voor Democratie zit, dus bij de enige echte oppositiepartij, word je door het justitieel systeem en de Belastingdienst wordt jij gewoon fundamenteel gehinderd. Dat schijnt daar ook een rol mee te spelen. Ja, maar hij staat ook onder enorme druk. Zijn bedrijven ook. Hè? Dus ja. Maar daar moet de macht uiteindelijk weer naartoe, want die weten hoe het is om daadwerkelijk economisch te moeten functioneren en te presteren. Zulke mensen kunnen voor Nederland daadwerkelijk ook wat beginnen. En daarnaast dienen met name topambtenaren persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor de schade die ze aanrichten. Dat niet alleen. En in dat opzicht wil ik ook nog even Ernst Paul Nas noemen. Dus een topambtenaar elektriciteit regelt hij nou. Waar zit hij? Meester Ernst Paul Nas. Ja. Dus iemand met een rechtenstudietje. Nou, welke ministerie zit hij nu? Dat is de plaatsvervangend directeur-generaal van Klimaat. Dus de plaatsvervanger van Sandor Gaastra. Dus eigenlijk ook misschien wel een van de echte uitvoerders van dit hele gebeuren. Ik weet van Sandor Gaastra dat hij zich er in het openbaar trots op heeft beroept dat hij niets van energie weet. Wat ik ook wel begrijp als meester in de rechten. Ik bedoel, wie rechten ging studeren, dat waren in ieder geval in mijn tijd, dat waren de zesjes van het VWO. Dat waren niet bepaald de intellecten. Nee, je kon er alle kanten mee uit. Precies. Ja. En nu zit er dus nog zo'n figuur en die zit er daar alleen maar om een beleidsopdracht uit te voeren die weer van Brussel en de VN en actieclubs op hun bordje komt. En dat moeten zij uitvoeren. Maar zulke mensen, als die daadwerkelijk aantoonbaar incompetent zijn en totaal niet weten waar ze het eigenlijk over hebben, maar die wel de macht hebben om dat uit te voeren en die dus ook mensen als jou vervolgens kunnen criminaliseren omdat zij een kort lijntje hebben richting justitie, net als Sandor Gaastra, zulke mensen zijn de hoofdschuldigen en zulke topambtenaren dienen persoonlijk vervolgd kunnen worden voor de schade die ze aanrichten. Maar mensen die eigenlijk wetten hebben gemaakt, waarbij ze altijd buiten schot blijven, maar mensen die het treft en gaan klagen, direct vervolgd gaan worden. Ja, dat is misdadig natuurlijk, dat is tuig. Nou ja, het is natuurlijk een heel groot onderscheid tussen alles wat in een ambtenarij actief is of in het bedrijfsleven. Als je in het bedrijfsleven dit soort blunders uithaalt, als de veronderstelling er maar is, dan word je al gecorrigeerd. Dan volgen er al sancties, uiteindelijk met een slag tot gevolg. En al die ambtenaren die blijven gewoon heerlijk op hun stoel zitten. Ja. En ze gaan de volgende blunder uithalen. Dat moet gewoon meneer Wiebers is daar het prachtigste voorbeeld van. Die de ene ramp naar de andere veroorzaakt. Ik weet niet wat hij nu doet. Nee, maar die zal ongetwijfeld ook weer goed terechtkomen. Ja, want die heeft zich als goede zetbaas gedragen. Terwijl uit de wandelgangen blijkt ook, want hij heeft ook een studie in Delft gedaan. Hij moest als geen ander weten ook dat kernenergie de enige goede oplossing zou zijn. Maar vanwege zijn carrière heeft hij zich daarover stilgehouden. Ja. En, dus die zal nu ook vanwege zijn gedienstigheid aan de oligarchie zal die dan wel weer doorstromen. Maar ook zulke mensen zouden eigenlijk gewoon persoonlijk vervolgd moeten worden en ook persoonlijk aansprakelijk gesteld moeten worden, want men meent wel dat men mensen als jou of als mij kan criminaliseren, omdat wij gewoon aangeven, jullie weten niets van energie en jullie vernielen de omgeving. Ja, wij houden ze maar deze mensen die menen zich gewoon immuun voor iedere vervolging. En dat komt min of meer door het pikmeerarrest is voor lagere ambtenaren vooral gunstig geweest. Maar ook hogere ambtenaren zouden zich moeten realiseren dat zij in dienst van de bevolking zijn. Dat hele idee, je ziet het ook aan die
Je moet die foto van die Ernst Paul Nas ook maar zien. Daar straalt de D66 hooghartigheid ook gewoon uit van... jullie kunnen mij niets maken. Zo. Ja, ja, dat is natuurlijk haaks op waar ze voor zouden moeten staan. Als je het burgerbelang behartigt, ja, dan moet je ingetogen en dan moet je openstaan voor de kritiek. En je moet dingen doen die je aangereikt worden. Ja. Je moet acteren in het belang van de burger en ja, niet in je eigen belang. Helder, toch? Ja, zo moeilijk is het wat dat betreft niet. Nee. 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 Heren, we maken er een einde aan. Het is mooi geweest. Het is een waanzinnige... Ja, jullie zijn echt ook door het publiek als martelaren van de klimaatmafia en van de oligarchie Nederland. De internationale oligarchie worden jullie beschouwd en terecht. Het is waanzinnig wat er allemaal uitgefroten wordt om de dissidenten stemmen van de weg te plukken, uit huis te plukken, te onderdrukken, intimideren, te frustreren. Want als de overheid het ook over verbinden heeft, ja, bedoelen ze dat ze je de handboeien omgooien. Ja, ze verbinden je ene hand met de andere hand. Ja, na een maand heb ik nog steeds last van mijn duim, want ze hebben mijn zenuw hier beschadigd door die handboeien aan te trekken. Zo. Ik moet nog steeds, heb ik nog steeds moeite om die duim goed te bewegen. Dus het zijn allemaal van die... Het zijn maar kleine dingetjes en verder, ik kon er eigenlijk alleen maar om lachen. Omdat je ook denkt van ja, deze mensen zijn gewoon ongeschikt voor hun functie. Het zijn gewoon kleine kinderen. Maar het is wel, kijk, wat mij nu overkomt en jou nu overkomt, lieve mensen, dat overkomt jullie straks ook zeker wanneer dat via de omgevingswet allemaal geïnstitutionaliseerd is. Iedereen die geen ja-knikker is, zal het overkomen. Ja. En als ze ons als voorbeeld nemen, dan komen er steeds meer ja-knikkers bij. Ja, jullie worden met dit soort acties en intimidaties als voorbeeld gesteld. Ja. Mensen laten zich ook intimideren ermee. Oh, nou, dan zal het wel serieus zijn. Ja. Ja. Merk je dat eigenlijk, Jan, een laatste vraag, dat mensen afstand van je nemen, dat je minder vrienden hebt bijvoorbeeld? Of het omgekeerde. Ja? Mensen die, ik krijg uit allerlei hoeken, ook mensen die ik een hele poos niet gesproken heb, ook familie die verder het land in woont, krijg ik kaarten van oud-cliënten die verhuisd zijn naar het midden van het land. Allerlei mensen die mij spontaan ook via de mail en via de app een hart onder de riem steken. Dus kennelijk word ik bijster gewaardeerd om wat ik gedaan heb. En wil men mij een warm hart toedragen door wat mij overkomen is. Dus dat intimideren werkt gewoon eigenlijk niet eens meer? Nee, bij al die mensen die zich actief naar mij uiten, absoluut niet. Nee. Mooi. Nee, ik wil de justitie ook nog even bedanken voor alle publiciteit die ze mij zo hebben gegeven. En mijn lege volgers blijft dagelijks groeien. Ja. Ja, mooi. Nou, wat mij opgevallen is in de zitting, daar is ook heel veel aandacht geweest voor het feit dat de ondertekenaars van een aantal van die brieven schreven van namens de door de overheid belazerde, bedonderde en als uitschot behandelde burgers. En iedere keer dacht ik van ja, daar zullen een heleboel mensen zich in herkennen. Ja. Dus ook daar kwam gratis reclame. In verkeerde zin voor de overheidsinzet. Ja. Ja, dat kan ze ook allemaal niks meer schelen, denk ik. Nee, denk ik ook niet. Nee. Hun machine draait en die kan ook maar één kant op draaien. Dus dat zal ook niet anders worden, denk ik. Ik denk het ook niet, nee. Kijk, als je één keer... Zijn er niet de slimste die er zitten? Nee, dat ook. Maar heb je één keer dit pad van geweld en intimidatie ingezet, kun je ook niet meer terug. Nee, klopt precies. Ze kunnen alleen nog maar steeds agressiever worden en mensen als mij en jou gewoon criminaliseren en mishandelen. Ja. Ja, ik had er nog rekening mee dat ik na 3 jaar gevolgd word, minimaal dag en nacht. En dat mijn telefoon zo heel lang afgeluisterd gaan worden. Ja. Maar die zit in een staatsgevaarlijk heerschap. Ja, nee, oh Jan, oh. Man. Nee. Gruwelijk. Nee, ja. En zo zie ik er ook uit. Ja, ja. We houden de 1,5 meter in stand hier, want... Anders valt Gestapo hier ook nog weer binnen. Oh, die mag ik geen Gestapo noemen, want dan krijg ik weer een nieuwe baantje meer. Ja. Ik krijg nooit meer een baantje bij de dus, help. Jan, Riepke, bedankt voor jullie komst naar de studio. Dit was het Noordelijke Misdaadkwartiertje. Opsporing verzocht is niet nodig. Ze zitten hier, we konden ze makkelijk vinden. Geen geweld nodig, ze kwamen uit vrije wil. U heeft ze kunnen horen, zien en luisteren. En hopelijk gaan we dat nog een keer doen. En hopelijk kunnen we ook dat boek van Jan Nieboer snel voor u druk gereed maken. Want dat verdient lezers. U kunt dat natuurlijk ook vinden in de webwinkel van De Blauwe Tijger. Andere boeken en lezerswaardig spul. www.deblauwetijger.com/winkel. Registreer je ook op die website van ons, want wij willen heel graag in contact met u blijven. Wij willen u niet kwijt. Blijf kijken, blijf luisteren. En dat kunnen we alleen wanneer we uw e-mailadres hebben.
Daar zullen wij heel blij mee zijn. Bedankt voor het kijken. We zien u heel graag bij de volgende uitzending terug. Tot ziens.